Goedemorgen, we zijn bij het nieuwe gebouw van de Nationale Assemblée, waar de familie van mevrouw Azawini dus bij de voorzitter is gegaan voor natuurlijk hulp te zoeken om mevrouw Azawini dus dan weer in Suriname te krijgen, vrij te krijgen. We weten niet wat allemaal besproken is binnen, dus we gaan dus dan even kijken met wie wij kunnen praten om dus dan te weten wat ze allemaal hebben besproken met de voorzitter van de Nationale Assemblée. Ik denk dat ik met een van deze heren kan praten. Heren, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, jullie zijn familieleden van mevrouw Azawini? Dat klopt. Dat klopt. Waar is Marusha? Ze wil niet. Oké. Ze wil niet. Ze wil niet, ja. Ja, oké. Okay. Hoe zit het met mevrouw Azawini? Hoe gaat het met haar? Nou, als ik eerlijk moet zijn, we bij jouw familie hebben geen informatie. Als je naar de verschillende instanties hier in Suriname belt, zegt iedereen je dat ze niet weten. En ja, voor het eerst meer Asandisi, je tan inwan kondre. Je neemt mijn tante gevangen en nadat je haar gevangen hebt genomen, weet niemand, niet ik, niet de dokter, niet mijn moeder, niemand weet, niemand geeft informatie. Je belt naar vreemdelingendiensten, ze zeggen ze weten niet. Je belt met de minister, die drukt je weg. Al de verschillende mensen die hier mee dingen mee te maken hebben, zeggen je dat ze niks weten. Maar jij bent die persoon gehaald thuis. Poor asmane osso, een onschuldige burger. Die opkomt voor de rechten, die opkomt voor de belangen binnen een gemeenschap. Al waar je weet dat, je schendt mensenrechten. Ja, ja. Je schendt mensenrechten. En dan neem je die persoon. Dit land is een maffialand, joh. Het is een land waarbij je denkt van, ben je wel veilig in dit land? Nu, in deze tijd, zolang je je mond opent om wat te zeggen tegen die regering die daar zit, word je de mond dichtgesnoerd. Je wordt van alle kanten, je wordt opgesloten, er wordt met je gesmeten en gedaan. Wat heeft zij naar konden, dit jongen? En ze hebben, wat ik ook wil zeggen, ze hebben er niet normaal weggevoerd als een normaal burger. Weggebracht zonder kennis van de familie. Niemand weet. Ze is daar gegaan met een rok alleen, Gerald. Het is met kleren. Daar in Frans-Guyana mag ze niemand contacten. Die vrouw is gewoon behandeld als een terrorist. Ja. Nou, of ze ook werkelijk daar is? We weten niet. Weten we niet. We weten niet, we horen. Nu is het we horen. Je kan nu. Ik als neef kan ook zeggen, mijn tante is dood. Ja. Of je kan ook zeggen, je weet niet waar ze is. No. Je weet niet met wie ze is. Mm-mm. En ik vraag me af, de autoriteiten die daar zitten, hebben jullie geen kinderen? Mm-mm. Hebben jullie geen gevoel voor de mensheid? Mm-mm. Een vrouw die is geboren, getogen in Suriname, die verblijf houdt hier, die Ajaitang. Mm-mm. Ze krijgt onbepaalde tijd verblijfsvergunning, je trekt dat eerst in. Ja. Wanneer je het hebt ingetrokken, ga je die sma halen, want die sma is een crimineel. Mm-hmm. Die mensen die inderdaad daar stelen, die miljoenen van het land gebruiken voor eigen gewin, die hun dingen doen met dat geld van het land, worden niet opgesloten. Nee, hoor. Nee. Het is die onschuldige burger, ja, die maar een 10.000 SRD heeft of een 5.000 SRD, die moeite maakt, die hard werkt, die zoekt en ploegt om aan geld te komen. Ja, die wordt opgesloten en wordt met grote. Is je den boy Sagotika, vrouw? Mm-hmm. Nanga Biggie Gong. RBT. RBT, Biggie Gong, die mag ook knap naast mama voor de rol, ik als man een crimineel. Een persoon die niet eens een mes bij zich heeft. Klopt. Is toch breed in dit land, Gerald? Ze gooien het op het feit dat ze Nederlander is. Ze is Nederlander, maar het is diezelfde Surinaamse autoriteit die er verblijfsvergunning heeft gegeven voor onbepaalde tijd. En om jouw doel te bereiken, om jouw vieze praktijken goed te spreken, trek je er vergunning in om er dan als een crimineel te behandelen en zeggen ze is een vreemdeling. Ja. Nou, het kan toch niet? Breed, man. En dan wil jij als familie, ik heb mijn dochter. Je dochter, ze wordt weggenomen en niemand weet waar je dochter is. Gerald denkt na. Joep Ching, die Joep Kweki komt in een sapade, in een sap Sainyang, in een sap soort crossie. Weet je, en al die dingen zijn hier in Suriname. Paspoort, alles. Alles is hier in Suriname. Alles. Vraag jezelf af wat die vrouw meemaakt. Mm-hmm. Dan gaan ze hem crossie bij de sinds verleden. Dat de man tegen dat ze weten niks ervan. Niet de minister. Nee. Niet vreemdelingendienst. Iemand zou moeten weten. Niemand komt met een verklaring over. Ik wil een woord richten naar de minister van Justitie en Politie. Mm-hmm. Je bent vreselijk, hoor. Mm-hmm.
Je bent triest man voor een minister. Vreselijk en breed ben je. En jouw handtekening staat eronder. Ja. Je tekent namens de staat Suriname. Mm-hmm. En ontkent alles en doet alsof je niks weet. Je, niet de president komt met een verklaring. Niet de minister komt met een verklaring. Nobody. Niemand komt met een verklaring dat we tenminste weten van hey, je tante is in een klerenkast hoor. Of je tante is in een zak. Nobody, niemand laat dat van zich horen. Nee. En wij als familie leven gewoon en vliegen hier ergens boven en moeten weten van oké, okay, tante maakt het goed. Maar hoe doen die kinderen? Hoe doen die kinderen zelf? Die kinderen, is een nakri-dekri toch? Nakri-dekri. Bezorgd, die kinderen zijn onrustig. Ieder dochter is in het buitenland aan het studeren. Kan je begrijpen dat dat kind ook niet kan studeren? Ja. Want je moeder is in een land waarbij geen informatie wordt vrijgegeven. Waarbij ze wordt... kijk, wij als familie hebben gebeld naar de Franse autoriteiten. Mm-hmm. Weet je wat die mannen ons zeggen? Ze wordt daar aangegeven als een topcrimineel. Ja. Een topterror. Informatie die ze vanuit Suriname hebben gehad dus. Ja, ja als een topcrimineel. Dat wil zeggen dat er een rapport zodanig is opgesteld tegen haar. Dat we de man doen, want dan kunnen de autoriteiten niets doen. Want pas wanneer iemand zwaar bewapend is, zet je die persoon onder zo'n beveiliging. Als een topcrimineel, een topterrorist, en ik weet niet wat ze allemaal is. Een vrouw die twee kinderen heeft en die hard werkt en die elke dag moeite maakt. En die dief die elke dag het land kaalvriet en nyama money van Kondre, 50 miljoen verdwijnt van de centrale bank en niemand doet wat. En die persoon die onschuldig is, wordt zo beklad. Het is, Gerald was a verval naar Ina Kondre DC. Het is erg. Ook mopo van een goed land naar een land dat wordt vernietigd door beleidsmakers die geen ene sikke pit geven om de Surinaamse bevolking, het Surinaams kind. Ja. Die ga je zeggen, liep tante even. De man is no sabi van Asranam ching ik kree ala dee. Because voor de mtjes hij lei angri na ina kondre di si. De mtjes hij go don't have scoro. Nap sanif nyang. En deze mannen maken zich niet druk daarmee. Nee, 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 die mannen maken zich druk met iemand die onschuldig is. Ja. Is toch triest? In plaats die mannen moeite maken om Suriname op te bouwen, vernietigen we een onschuldige burger, bekladden wij haar. Ja. En voor de internationale organisaties inkomen, hoop ik dat mijn tante no las Libië of dat ze daar liquideren. Het zal me pijn doen. Ik bid alleen dat ze veilig en wel is. Want wij als familie, we leven, we weten niet waar ze is. Ja. We weten niet. Jullie zijn bij de voorzitter geweest. Heeft hij iets kunnen doen voor jullie? Kijk, je kan als de voorzitter zit niet in de uitvoerende macht. Hij is daar als voorzitter van de Nationale Assemblée. Hij probeert waar hij kan als voorzitter zijn deel te doen. Maar al met al kan ik zeggen, ook als de voorzitter je zeggen van ze is veilig, toch heb je geen zekerheid. Nee, ja, dat is geen bewijs. Maar heeft hij dat gezegd? Dat heeft hij ons ook niet gezegd. Nee. Hij heeft gezegd, hij probeert waar hij kan om moeite te doen dat ze terug wordt gebracht naar Suriname. Er is wel informatie vanuit de voorzitter gekomen dat ze in leven is. Dat heeft hij ons gezegd. Ja, ze is in leven. Maar Gerald, we hebben geen enkel bewijs. We hebben geen enkel bewijs. Nou, en jullie hebben twijfels? Ik heb mijn twijfels. En niet alleen mijn twijfels. Ik ben diep teleurgesteld in het heel systeem in Suriname. Ja, en dan ga je 25 mei ga je naar me toe komen om te zeggen, stem. Ik wil ze moeten niet voor mijn huis komen hoor. Met Tegi, ik moet niks van deze mannen. Deze mannen zijn triest en breed. En ook al wil je het niet zeggen, in dit land ben je nu bang om je mond open te maken. Helemaal. Want die mannen ga je bijna elimineren en wegdoen. Ja. Je noemt elkaar vreed op straat morgen. Ja. Maar one day is chong chong. One day is sabaku. God komt voor jullie. Ja, minister Amoxi, je bent zielig hoor. Ja, echt wel. Het is erg met je, maar het komt goed. Ja. We gaan jullie proberen bij andere instanties. Jullie zijn bij de voorzitter nu. De VP is er nu. Willen jullie daar ook iets proberen? Nou, als iedereen je zegt dat ze niet weten. Nee, als iedereen die je vraagt zegt ze weten niks. Waarom zou je nog één van ze moeten vragen? Zelfs de Fransen die je belt geven je meer informatie dan wat je hier te horen krijgt in Suriname. Mm. Terwijl ze vanuit Suriname is weggesleurd in de vroege ochtend naar de Franse kant. En als hij zelf niet komt met een verklaring, waarom moeten we bij je komen? Wat ga je ons zeggen? Als president is het je taak. Als het niet goed gaat met je burgers, als vader, dan moet jij opkomen. Kom direct naar buiten. Kijk, als er iets mis is met mijn zoontje, is het mijn taak als vader
om te zeggen van, hé, nee, ik moet opkomen voor Nathanael. Ik moet opkomen voor mijn zoontje. Hoe maak ik mijn zoontje? Dan kom ik met een verklaring naar de familie toe. En dan leef ik niet gewoon en dan doe ik niks op sa. Heb je de heer Santoki in de afgelopen dagen gezien of gehoord? Mm-hmm. Nooit komt hij met een persconferentie. En deze man, zolang er wat is in het land, zolang er wat misgaat, is hij in het buitenland. Dat is die vader. Als we deze man zijn vader voorbeeld moeten opvolgen, nou, dan hoef ik geen vader te zijn. Hij moet zich schamen, hoor. Ja, echt wel. Mooi. Wat wilt u tot slot zeggen? De Surinaamse samenleving is er. Ze kijken en luisteren ook mee. Ik wil de Surinaamse samenleving vragen. Hé, hey, Brokopondo. Nagi uno mi tante befetion. Voor jullie kwam mijn tante op. Tenminste, onnulik gemeenschap drapen. Ik kan me kwam zijn tak. We gaan om mijn bus naar de Nationale Assemblée. Of we barricaderen passen. Of tenminste, we doen samen. Ik kan maar bij vier tak. Die mensen zijn voor me opgekomen. Ja, ja. Die smaak komt op voor jou als gemeenschap. We moeten stoppen als Surinamers. Mm-hmm. Om elkaar in de steek te laten wanneer we elkaar nodig hebben. We moeten stoppen als Surinamers om elkaar de rug toe te keren wanneer we elkaar nodig hebben. Laten we opkomen, man. Ja. Deze mannen, weet je waarom ze het met ons doen? Omdat ze weten dat we geen eenheid hebben als Surinamers. Als we het elke keer maar zo laten, there will never be change. En verandering gaat nooit komen. Helemaal. Het is nu. Nu is de tijd. Om verandering te brengen binnen het heel systeem. Ano kango sodoro. Atendoro man Surinamers. Laten we opkomen. En dit ding stoppen man. Het kan zo niet. Ja. Veel succes. Dankjewel. Thank you. Mooi. Ja, openhartig hè. Een interview dat we hebben gehad met neefjes van Asawini. Ze waren vandaag bij de Nationale Assemblée, bij de voorzitter. Om dus dan te horen hoe het gaat met mevrouw Asawini. En ze hebben geen hulp gehad, want ja, de voorzitter geeft aan dat hij niet van de uitvoerende macht is. En dat is best wel begrijpelijk. Hij is voorzitter van het parlement en hij moet vanuit zijn werksituatie, zaken bekijken. Hij is niet van de uitvoerende macht. Maar goed, ik hoop dat de familie toch wel wat informatie zal krijgen de komende dagen. Want ik kan me voorstellen, Isabitok, dat je niet weet waar je moeder is, of je tante is, of je oma is, weet je. En dan zit je met allerlei vragen. De autoriteiten kunnen geen duidelijke antwoorden geven. Maar laat ons blijven kijken. We hopen dat er een oplossing komt. DTV, we hebben het voor u gebracht. We zullen proberen om de voorzitter even te spreken, als dat kan, als hij niet in een meeting is. Om dus dan te horen wat hij dus dan uit het gesprek heeft gehaald met de familie. DTV, Gerald Harderwijk in deze felle zon samen met Roberto Opskerk. We zijn er weer, want we moeten straks weer naar een andere actiemoment. Maar dat ziet u straks over enkele minuten. Dankjewel voor het willen kijken.